Ik ben Thomas Horsten, woon in Veldhoven en ben middenvelder. Ze hebben de laatste wedstrijden niet veel punten gepakt, maar ja, toch wel een redelijke ploeg. Ze hebben telkens maar net verloren, net op het nippertje, dus we zijn wel gewaarschuwd door de trainer dat we wel volle bak moeten gaan. Dus denk drie keer voor assist, speel ik gelijk de diepte in en daaruit komen drie goals. Controlerende middenvelder. Er zijn veel middenvelders die diep lopen, dus de restverdeling is voor mij heel belangrijk en in omschakeling gelijk de diepte zoeken. Ik denk meer een technische speler, vooral mensen uitkappen en dan de diepte zoeken, de tweede ballen. Ja, ik hou zelf niet zo van vechten, meer van het voetbal. Voor de restverdeling ben ik belangrijk voor de tweede ballen die er vallen om op te pakken en wat ik net zei, gelijk de diepte zoeken. En dat heb ik deze wedstrijd denk ik goed gedaan. Een beetje wennen. We dachten dat we goed waren, maar dan krijg je toch een tegenslag, wat wel normaal is denk ik. Maar we komen nu weer goed een aantal plekjes weer omhoog, dus de laatste tijd gaat het goed, zeker. Deze lijn doorzetten. Jammer van vorige week dat we in de laatste minuut de goal tegenkrijgen. Dan is het toch 3 overwinningen op rij, maar we zijn denk ik lekker bezig. Dus deze lijn voortzetten en dan gaan we nog zeker veel overwinningen pakken.